Aan de Soetendaalse weg vind je een kunstwerk wat met vele handen uit de wijk tot stand is gekomen. Ook bezoekers van Centrum voor Dienstverlening van Spijk aan de Heer Frankenweg hebben meegeholpen. Dit is een werkplaats waar we aan houtbewerking doen en waarin wij schilderingen maken en ontwerpen. Onze deelnemers, dat zijn mensen uit allerlei projecten van het CVD. De afgelopen jaren hebben we heel veel samengewerkt met bewonersorganisatie Top van Noord, met basisschool Fontijn. We hebben heel veel dingen gemaakt en heel veel van die producten, en dat zijn plantenbakken, dat zijn tekeningen, dat zijn schilderingen. Uiteindelijk hebben we die zeg maar op deze werkplaats afgewerkt. Heel veel mensen die hier werken, die zijn eigenlijk in traject. Op deze manier doen ze mee, zeg maar in Rotterdam. Dus dat betekent dat zij hier een aantal dagdelen in de week komen zij hier werken. Via een mentor van mij heeft me hier aangemeld. Ik kwam eerst kijken hoe het is allemaal. En ja, ik vond het gewoon leuk en ik bleef het doen. Het is uiteindelijk ontzettend leuk om met behoorlijk wat mensen ergens gezamenlijk aan te werken. En vervolgens wordt het nog een hartstikke mooi product ook nog, waar mensen in de wijk ook nog blij mee zijn. En zij kunnen trots zijn op wat ze gemaakt hebben. Heb je al wel eens eerder jouw kunst buiten zien hangen? Ja, ik heb eentje gezien daar bij die Tramhalte. En ja, ik vind het wel leuk. Ik was tatoeëerder vroeger, dus het zit wel een beetje mee. Het zit wel een beetje in, maar je bent wel creatief. Jawel, jawel, natuurlijk. En zo kwam het kunstwerk aan de Soetendaalse weg dus tot stand. Het kunstwerk is natuurlijk ontworpen door de kunstenaar. Maar zeg maar het maken, het zagen, allemaal van dat soort dingen, dat is hier gebeurd. De kunstenaar kwam hier met het... Ja, met het ontwerp. En vervolgens gezamenlijk zeg maar met Peter, de werkplaatsbegeleider, is het onderverdeeld in stukjes. En wij hebben het gewoon keurig netjes gezaagd, op maat gemaakt. En zo aangeleverd, zodat ze het zo konden ophangen. Toen het kunstwerk afgelopen zomer af was, werd er natuurlijk een gezellige opening georganiseerd. Kunstenaars Menno en Erwin vertellen over het idee achter hun ontwerp. Ik fietste wel eens van Gouda naar Moordrecht langs de dijk. Dat staat van het hoge helmgras. Als de wind langs komt, alsof je zo'n golf zo de hele dijk langs gaat. En ik vond het zo mooi gezegd, die grasvelden. En op een gegeven moment heel groen ontwerp bedacht met af en toe een rood vlekje of een geel vlekje van alsof er een klaproos tussen staat. 300 bordjes, zo'n 130 vierkante meter had ik ongeveer uitgerekend. Dat is wel een redelijke oppervlakte. En wat zijn de reacties tot dusver uit de buurt? Dit? Super, ja. Terwijl op de kraan stonden kregen we allemaal duimen omhoog. Dus een soort Facebook vind ik leuk, maar dan in het kwadraat. We hebben ook dat materiaal gekozen omdat het licht is. Omdat het makkelijk beweegt en het maakt niet te veel herrie. Want de buurtbewoners waren bang dat een te veel geklappen zou krijgen en niet konden slapen. Maar dit werkt prima daarvoor. Ja. We vonden het leuk om een keer iets abstracts te maken. Dus een bewegend ding zie je niet zo vaak, kinetische kunst. En we vonden het ook leuk in plaats van kindertekeningen, wat natuurlijk best wel vaak gebeurt. En waar niks mis mee is, maar we vonden het ook wel leuk om zeg maar de kijker niet te onderschatten. En juist ook iets over te laten aan de verbeelding van andere mensen. En dat is met dit werk denk ik wel het geval. We hebben bordjes laten zagen dus bij Van Spijk. Maar we hebben zelf de hoogwerker geregeld, dus die stond op de stoep daar zo met een hele lange arm eroverheen, echt 26 meter. Ik hoop dat iedereen me kan verstaan. Ten eerste hartstikke bedankt voor jullie komst in grote getalen. Het was wat werk, maar het is allemaal gelukt. Ik wil graag wat mensen bedanken. Van Spijk, Ton en Peter. En de mensen die in de werkplaats werken, ze hebben het... applausje hoor, ja zeker. Ze hebben het best gemaakt.